In de eindstand van de Eredivisie stonden beide ploegen maar één plek van elkaar. Twente werd zesde en Groningen zevende. Qua puntenaantal is het verschil veel groter, maar liefst 19 om precies te zijn. Trainer Robert Maaskant ziet mede daarom Twente ook als grote favoriet. Twente is... was natuurlijk een kampioenskandidaat. Sterker nog, ze hebben bijna, ik denk dat ze het langst op de nummer 1 positie hebben gestaan voor de winterstop. En dus voor hun een enorme teleurstelling dat ze nu in deze play-off zitten om op deze manier nog Europees voetbal te halen. En voor ons is het een feest. Dus wij moeten stunten om Twente uit te kunnen schakelen en dan kijken wie de volgende wordt. Groningen verloor 2 keer dit seizoen van Twente. De eerste competitiewedstrijd met 4-1 en in maart thuis met 0-3. Dat laatste duel was voor beide ploegen de ommekeer. Want Twente begint 2013 dramatisch. 4 nederlagen en 4 gelijke spelen in de eerste 8 wedstrijden. Op 17 maart komt Twente naar de Euroborg. Groningen verliest geflatteerd met 0-3. Mede door een rode kaart voor doelman Marco Bizot. Maar ook voor de FC was dit de ommekeer. Want na Twente haalde Groningen 4 overwinningen op rij. En het was de basis voor de 7e plaats in de eindstand. De competitie is afgesloten en rijtjes en feitjes zeggen natuurlijk niet alles. De opdracht voor morgen is simpel. Ja, we moeten gewoon hier thuis gewoon een goed resultaat inzetten en zorgen dat de wedstrijd in Twente er nog toe doet. Ja, want een goed resultaat is geen doelpunt tegenkrijgen? Ja, nou in ieder geval proberen de wedstrijd winnend af te sluiten. En ja, als we het liefst geen doelpunt tegen, dan als we dan uit een goal kunnen maken, dan zijn we al een goed eind op weg.